Goeiemiddag. Ons praat oor die lijdenstijd van Jesus, oor die volgende paar dagen tot so voor Goeie Vrijdag of teen Goeie Vrijdag. En ons is nou by die Sondag voor Jesus gekruisig is. Ons gaan so by elke dag so paar keer stilstaan. Nou, ons is by die intog na Jerusalem toe of die Palmsondag. En ek het gister gesê dat Jesus met 'n donkie in Jerusalem inkom en dat 'n donkie teken van vrede is. Maar de vraag wat mens sou kom vra is, is het niet maar toevallig nie? Bedoelende, Jesus is nou hier en hy wil dalk nie in Jerusalem instap op sy voete nie. Een donkie is gemakkelijker of een dier is gemakkelijker en hy sien een donkie en hy sê kom ons klim op die donkie. Of is dit regtig bewustelijk met opzet gedoen? Ek dink as ons Matteus 21 lees, sien ons sien dat Jesus baie opzetlik kies om een donkie wat gesimboliseer, wat die symbool van vrede dra met een donkie in Jerusalem in te gaan. En daar is twee redes hoekom ek dit sê. Die een is in Matteus 21 vers 2 staan daar, Jesus het twee disippels gestuur met die opdrag, gaan hy die dorpie daar voor julle en julle sal dadelijk een vastgemaakte donkie vind. En dan gaan hy aan oor hoe hulle die donkie moet losmaak en wat hulle moet sê as die eienaar van die donkie iets sê. So Jesus het opzettelik hulle uitgestuur om nie pakdier te gaan soek, of een kameel of een paard nie, maar specifiek om een donkie te gaan soek. En die volgende is is in vers 4, as daar oor hierdie gedeelte gepraat word, dan staan daar, dit het gebeur sodat vervul sou word wat hierdie profeet gesê is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op een donkie, en op een jong donkie die vol van een pakdier. Dis Matteus 21 vers 5. So met ander woorde, Jesus kies die donkie. Hy kies om met die donkie in te gaan, hy kies om op een vredevolle manier Jerusalem in te gaan, en ons sien het baie duidelik, hierdie feit dat hy die twee disciples uitstuur en sê, gaan haal die donkie, maak hom los, bring hom, en dan ook, dat het uit die Ou Testament uitkom, dat het die verwagting was, dat die Messias op die donkie sal kom. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u nie net toevallig vir ons vrede bring nie, maar dat u baie bewustelik van die begin af gekom het om vrede te bring. En dankie dat ons daaraan kan vashou en dat ek en elkeen van ons as die disciples ook kan streven na vrede en rustigheid wat net van u af kan kom. Bid dit in u naam alleen. Amen. Baie dankie, sien weer môre.